Goedemorgen, welkom allemaal bij ons webinar. Leuk dat jullie er zijn. Leuk ook dat jullie er in grote getalen zijn. Vraag jullie nog om heel even geduld. Om 11:03 gaan we beginnen. Voor degenen die nu inschakelen, welkom bij dit webinar. Leuk dat jullie er zijn. Maak het jezelf nog heel even gemakkelijk. Want over 1 minuut gaan we starten. Goedemorgen allemaal, welkom. Superleuk dat jullie er zijn. Ik zie dat we inmiddels al meer dan 100 actieve deelnemers hebben in het webinar. Dus dat gaat lekker door. Fijn dat jullie in grote getalen je aangemeld hebben en aanwezig zijn. Leuk. We gaan over 30 seconden echt beginnen. Nog heel eventjes geduld. Welkom als je nu net inschakelt. We beginnen over 10 seconden. En jawel, het is 11:03. Goedemorgen en welkom allemaal bij dit webinar. En normaal doet mijn klikker het nu. Ogenblikje. Ja. Welkom bij dit webinar. Sorry. Welkom bij het webinar over reiskosten en thuiswerkvergoedingen. En wat past bij de organisatie? Bij je organisatie. We hebben even een paar praktische punten. Ten eerste. Is er aan het eind van dit webinar een ruimte voor vragen en tijd voor vragen ingericht. Dus heb je een vraag, dan kun je die nu al stellen. Jullie zien afhankelijk van op wat voor apparaat je deelneemt aan dit webinar, een knopje met questions of een vraagteken. Als je daarop klikt, kun je je vraag nu al stellen. Of ook als je een vraag hebt tijdens het webinar, stel hem dan via de chatfunctie, via die questions knop. En dan beantwoorden we hem aan het eind van het webinar. En ja, uiteraard delen we met jullie strakjes de slides. Dus die krijgen jullie later vandaag allemaal netjes via de mail toegestuurd. Dat even de praktische kant van het verhaal. Dan even misschien toch naar wie kijken jullie nu en naar wie luisteren jullie nu? Nou, mijn naam is Arios Bot. Ik woon in Houten, getrouwd, 2 dochters. En ik ben vooral graag buiten en dan actief bezig. Dus dat kan zijn in de tuin, mountainbiken. Trails rennen, hardlopen, bootcampen, allemaal dat soort zaken vind ik leuk. En ik zit hier vandaag als Head of Consulting, dat is mijn functie binnen Arval in Nederland. En Arval, wat doen die nu eigenlijk, of wat doet Arval Consulting? Arval Consulting is een aparte tak van sport binnen Arval. En wij houden ons bezig met wat meer beleidsmatige dan wel strategische vraagstukken van onze klanten. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan hoe ga je van een traditionele leaseregeling naar een volledig elektrische leaseregeling. Hoe ga je van een leaseregeling naar een mobiliteitsregeling. Hoe kun je een benchmark doen over hoe je lease of mobiliteitsregeling zich verhoudt tot die van je collega's. Allemaal dat soort vraagstukken, daar houdt Arval Consulting zich mee bezig. En dus ook met mobiliteitsachtige vraagstukken waarbij reiskosten en of thuiswerkvergoedingen, dat soort thema's, de revue passeren. En wat ik nu vergeten ben in alle snelheid is om te zeggen dat dit het 8e webinar is binnen de kapstok, de vlag van Arval Deelt. Waarin wij op allerlei wijzen, zoals met blogs, vlogs, webinars, podcast, kennis met jullie delen. En ik hoor officieel nog even vertellen dat Arval een onderdeel is van BNP Paribas. En Arval eigenlijk de grootste echte aanbieder is van duurzame mobiliteit. Van, laten we zeggen, particulier, dan kun je denken aan private lease, tot zakelijke lease, tot een scala aan mobiliteitsoplossingen. Nou, heb ik dat ook nog even netjes gezegd. En dan wil ik graag nu even het woord geven aan onze speciale gast van vandaag, Francesca. Ja, dankjewel, Arjos. Ja, mijn naam is Francesca. Ik woon in Hoofddorp. En ik werk nu 13, 14 jaar zo voor Jones Lang LaSalle in de volksmond JLL.
Ben daar sinds een paar jaar HR advisor en ben in contact met Arval ook vanwege ons wagenpark en nu ook voor de reiskostenvergoeding om dat in deze periode ook aan te pakken. En ja, ik help graag een handje om beslissingen en ideeën een beetje door te geven. Heel goed. Dankjewel leuk voor de uitnodiging. En leuk dat je erbij bent, ja. Francesca. Wat gaan we doen? De agenda is voor degenen die het al weten of eerder een webinar gevolgd hebben vanuit Arval Deelt redelijk een stramien. We presenteren, laten we zeggen, 20 minuten iets. Dan hebben we dus tijd voor de vragen en antwoorden. En aan het eind van het webinar mag ik nog een cadeau weggeven. Dus blijf uiteraard tot het eind van het webinar, aangezien het een heel leuk, interessant cadeau is. Dus leuk dat je deelneemt. En nu gaan we lekker starten, of eigenlijk verder. Wat bespreken we in het webinar? Even heel kort de situatie zoals die is of voor sommigen al was. Wat was ook weer het verhaal met de forfaitaire reiskostenvergoeding? Dan gaan we inzoomen op de huidige en toekomstige situatie. Want dat is natuurlijk het meest interessante op dit moment. We maken ook een uitstapje, we raken ook het onderwerp thuiswerkvergoeding. Gaan we ook dieper op in. En daar komen natuurlijk een aantal vraagstukken bij en oplossingen voor. Daar gaan we ook over hebben. Hoe kunnen we het eenvoudig en efficiënt registreren? We hebben de klantcase van JLL, mag ik zeggen. En we sluiten af met een aantal praktische tips voor jullie als deelnemer in het webinar. Aan het webinar. Dus, één sheet over de forfaitaire reiskostenvergoeding. De forfaitaire reiskostenvergoeding, zoals we die eigenlijk al jaren kennen, is de reiskostenvergoeding die als werkgever onbelast maandelijks vast mag uitkeren of verstrekken aan de medewerker. Een voorbeeld hier, om voor degenen die het niet helemaal misschien scherp hebben. In dit geval hebben we Martin gevonden. Martin woont 15 kilometer van zijn standplaats, van het kantoor. En werkt fulltime, dus hij reist 5 dagen in de week, 15 kilometer enkele reis. En dat leidt tot 30 kilometer per dag, waar je tegen 19 cent onbelast keer het vaste getal 214 dagen per jaar, dus wat de Belastingdienst bepaalt. En als je het allemaal doorrekent, komt er een getal uit, een waarde uit van 1219 euro en de patiënten die je onbelast mag vergoeden als werkgever op jaarbasis. En als je dat deelt door 12, dan komt daar afgerond ongeveer 100 euro in de maand uit. Zo werkt de forfaitaire reiskostenvergoeding vandaag. Maar wat speelt hier nu? Wat er speelt is, we zitten in een bijzondere tijd. We hebben te maken met COVID-19, corona. En veel mensen werken geheel of gedeeltelijk thuis. Er wordt minder gereisd. En de hele reiskostenvergoeding is een vergoeding ter compensatie van te maken reiskosten. Maar er wordt dus minder gereisd. Nu heeft een bruggetje misschien naar de huidige situatie. De overheid bepaalt in maart wat er ook gebeurt, hoe vaak je ook reist, hoe vaak je ook thuis werkt. Je mag als werkgever de forfaitaire reiskostenvergoeding blijven vergoeden. Daar worden geen, laten we zeggen, kritische vragen over gesteld. We houden de situatie zoals die is. En dat is nu aan het veranderen. Enerzijds zijn er werkgevers, daar kom ik zo nog even op, die zich al achter de oren gekrapt hebben of nu dat doen. Van joh, kunnen we in deze situatie wel doorgaan en is het wel zo zinvol om die vergoeding uit te keren terwijl er minder kosten tegenover staan. Er wordt namelijk minder gereisd. En anderzijds is vrij recent bekend geworden dat dat zogenaamde noodbesluit, waarmee je dus die reiskostenvergoeding mag blijven vergoeden, dat dat stopt. En het stopt vanaf 1 januari 2021. Dus dat duurt niet zo heel lang meer. Maar dan stopt dus die uitzonderingspositie waarbij je zonder dat er vragen of eisen gesteld worden de forfaitaire reiskostenvergoeding mag blijven vergoeden. En dat brengt natuurlijk een vraagstuk met zich mee. Want als je als werkgever toch een reiskostenvergoeding zou willen blijven verstrekken voor die dagen dat er daadwerkelijk gereisd is, dan komt er misschien toch wel wat administratieve rompslomp of uitdaging bij kijken. En hoe kun je dat nou efficiënt en eenvoudig toch managen? Nou, daar komen we natuurlijk zo meteen nog even op terug. Als ik het goed is, vergeet ik nu niks. Dus dan is dit een beetje de context en de setting die we nu hebben voor die reiskostenvergoeding, die dus flexibeler
eigenlijk gaat worden. Verder hebben we iets nieuws of relatief nieuws en dat is de thuiswerkvergoeding. Dat bestond in principe al, alleen er werd niet zo heel actief gebruik van gemaakt, of minder actief moet ik misschien zeggen. Maar het is nu helemaal in opkomst, want mensen werken thuis of werken meer thuis. Het Nibud heeft daar ook onderzoek naar gedaan, wat nou een beetje een reële thuiswerkvergoeding is. En zij komen dus tot 2 euro per dag. Nou, we gaan het hier nu niet hebben over of dat het juiste bedrag is, maar er is dus een instituut wat er een vergoeding aangehangen heeft. 2 euro per dag voor, nou ja, elektriciteit, warmte, wc-papier, water, koffie, you name it, printerpapier begreep ik ook, 2 euro per dag. En er zijn werkgevers, en Ziggo Vodafone was begin deze week daarmee vrij groot in nieuws, die dus nu al in hun afspraken met medewerkers hebben gezet, wat er ook gebeurt, wanneer corona ook voorbij is, maar ook na corona blijven wij structureel meer thuiswerken. En bij Vodafone Ziggo in dit voorbeeld hebben ze dus gezegd, we verwachten dat je 2 tot 3 dagen in de week thuiswerkt, ook in het nieuwe normaal. Nou, ik weet niet of we allemaal die kant op gaan, maar dat er meer thuisgewerkt gaat worden dan wel flexibel gewerkt gaat worden, dat staat voor mij echt wel als een paal boven water. Er is wel een belangrijk element wat ik hierin nog wil meenemen voor jullie en dat is de fiscale context. Ik ben geen fiscalist, maar de regel is in principe, dat is even de disclaimer, maar in principe is het als volgt. Een reiskostenvergoeding mag je als werkgever netto vergoeden. Die valt buiten bijvoorbeeld de werkkostenregeling. Thuiswerkvergoeding geldt dat niet voor. Dus vandaag de dag, mocht je overwegen om een thuiswerkvergoeding te gaan verstrekken, dan is het eigenlijk, de eerste vraag is er nog ruimte in de werkkostenregeling? Heb je vrije ruimte over? Die zou je daar namelijk voor kunnen gebruiken. Zo niet, dan kan je nog steeds een thuiswerkvergoeding verstrekken, alleen dan wordt er een extra heffing van 80%. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Overweeg je een thuiswerkvergoeding te gaan verstrekken, kijk dan naar de vrije ruimte in de werkkostenregeling. En als laatste wil ik hier aan toevoegen, als je als werkgever overweegt of al besloten hebt om te stoppen met forfaitaire reiskostenvergoeding, dan gaan je reiskosten, die vergoeding, die gaat dus afnemen. Want je gaat dan alleen nog maar vergoeden wanneer er daadwerkelijk gereisd is. Dat betekent dat los van of je ruimte hebt in de weken er, per saldo er budget is die je mogelijk kunt gebruiken voor een thuiswerkvergoeding. Dat is even de context rondom die thuiswerkvergoeding. Dus we hebben het nu gehad over 2 soorten vergoedingen. Reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding. En uiteindelijk wil je die medewerker faciliteren. En zorgen dat je op een simpele en efficiënte manier de medewerkers de juiste vergoedingen verstrekt om ze te compenseren voor de te maken kosten. Nou, dat brengt wat uitdagingen met zich mee. Want hoe ga je nou bijhouden wie wanneer gereisd heeft en of thuisgewerkt heeft? Nou, en daar komen we bij de crux. Daar zijn oplossingen voor. Hele mooie oplossingen voor. Eén oplossing die ik natuurlijk even met jullie wil bespreken, is Arval Mobility Link. Dat is onze oplossing waarbij je eigenlijk een mooi platform hebt waarbij je mobiliteitsregelingen kunt beheren. En onderdeel daarvan is ook dat je dus of je reiskostenvergoedingen flexibel kunt inrichten en laten vergoeden. En of de thuiswerkvergoedingen. Het kan dus onafhankelijk of één van beide, maar het kan ook allebei. Het is allemaal mogelijk. En in feite is het gewoon een onderdeel daarvan is een app. Ik wijs naar mijn hand. Beeld maar in dat dit het scherm is van een telefoon. Een smartphone. En je kunt dan als medewerker in de kalender aangeven welke dagen je gereisd hebt. Welke dagen je eventueel thuisgewerkt hebt afhankelijk van de regeling. En dat wordt keurig dus heel makkelijk geregistreerd. En op de achtergrond wordt er dan uiteindelijk 1 bestand gecreëerd. En dat gegenereerd, dat bestand wordt ter beschikking gesteld aan salarisadministratie, die lezen het bestand in jullie salarispakket en daarmee wordt, laten we zeggen maandelijks, keurig de eventuele reis- en of thuiswerkvergoeding uitgekeerd aan de medewerker. Veel simpeler kunnen we het eigenlijk niet maken.
Dus dat zijn hele mooie oplossingen die inspringen op de behoeften en het vraagstuk. Hoe gaan we om met de flexibele reiskostenvergoeding en deze nieuwe eventuele thuiswerkvergoedingen? Ik ben ondertussen aan het nadenken of ik niks vergeet, maar ik denk het eigenlijk niet. En dat maakt dat we een bruggetje maken naar Francesca met de klantcase. Dus ik geef graag even het woord aan Francesca. Ja, nou, dankjewel. Jij noemde net de Arval Mobility Link. Hebben wij daarmee een start gemaakt ook, omdat wij daar ook wel de voordelen in zagen. Ik denk dat wij een jaar geleden ongeveer begonnen zijn met het ontvangen van geluiden van de afdeling van medewerkers die graag wat flexibeler wilden reizen. Die ja. naast gebruik van een leaseauto ook wel een keer met de trein wilden, omdat ze dan parkeerkosten zouden besparen. Ja. Of dat het makkelijker bereikbaar was met het OV dan met de auto. Maar we hadden altijd of. Ook met naar je werk komen als iemand gewoon een kantoorfunctie heeft. Kom je naar JLL kantoor Amsterdam, dan krijg je of een kilometervergoeding, ja. of je krijgt een OV-abonnement vergoed. En er is eigenlijk geen tussenweg mogelijk. En vorig jaar hoorden we dus al geluiden, weet je, dat mensen heel erg zochten naar creatieve oplossingen. Van ja, ik wil wel een keer met de fiets of in plaats van met het OV, of ik wil juist een keer met OV in plaats van met de fiets. En dat wij ook zijn gaan nadenken van ja, hoe kunnen we dat opvangen? En toen kwamen jullie met de Arval Mobility Link. Ja. En dat wij zoiets hadden van, nou, dat ziet er wel interessant uit. En helemaal toen COVID de intrede deed. En mensen dus inderdaad ook veel meer thuis aan het werken waren. Word je daar ook flexibeler in. Je wil mensen ook niet dwingen om met het OV te gaan. Terwijl ze zich daar misschien niet veilig voelen. Dus wij zijn daar hebben eigenlijk een soort van sneltreinvaart in gezet om met die Arval Mobility Link ook aan de slag te gaan. Ja, want jullie zijn dus eigenlijk al voordat, of eigenlijk bij de start van corona, zijn jullie hier echt al mee begonnen, toch? Ja, wij hebben vrij snel de reiskostenvergoeding stopgezet. Ja. En zijn ook eigenlijk op declaratiebasis mensen gaan vergoeden voor de reizen van en naar kantoor of ja. naar klanten. Die grip op de reiskosten raak je als werkgever daardoor best wel kwijt. Dat zijn verschillende systemen. Je hebt het niet meer in je salarisadministratie ja. staan. De onderbouwing is eigenlijk een beetje zoek. Dus we waren daar wel zoekende in. Van hoe kunnen we dat een beetje ja. stroomlijnen? Helder. We hebben begin van het jaar ook een enquête gehouden onder de medewerkers. Van, we horen geluiden. Zijn dat de goede geluiden? Of zijn het maar een paar mensen die dat vinden? Of zijn dat over het algemeen de meningen van mensen? Dus en daarop zijn we gaan acteren. We zijn nu 2 maanden terug begonnen met een ja. test. Ja. En tot nu toe bevalt dat goed. Fijn, dat is natuurlijk leuk om te ja. horen. Ja. En wat heb je gedaan om de neuzen binnen de organisatie zeg maar mee te krijgen? Ja, eigenlijk heeft COVID daar ook wel mee geholpen. Natuurlijk. Ja? Ja, doordat je, je hebt de mensen die wensen hebben. En voorheen zit je in een bepaald stramien. En dat is toch wel heel vaak heel moeilijk om daarvan af te stappen. Hoe sla je in één keer zoiets om? Of ja. doe je dat alleen met mensen die nieuw binnenkomen? Of wat doe je daarmee? En doordat nu eigenlijk alles in één keer stopgezet is. En er gekeken moet worden naar een nieuwe oplossing. Werkt dat wel heel erg mee. Ja, snap ik. Ja. Snap ik. Herkenbaar. Dus daardoor ja. is het gewoon in de stroomversnelling geraakt allemaal. Oké. En was het lastig om dan draagvlak te creëren? Want je hebt dus... Ja, de verschillende belanghebbenden, stakeholders ja. met een mooi woord. Je gaat van iets wat heel duidelijk is, namelijk 19 cent per kilometer ja. of een OV-vergoeding ja. of een leaseauto, wat ja. ook qua kosten heel duidelijk is, ga je naar iets wat meer variabel is. Dus dan ga je inderdaad wel kijken naar scenario's van, ja, als iemand dan inderdaad zijn leaseauto laat staan, er wordt natuurlijk een leasebedrag voor betaald. Ja. Ja, dan komen die kosten voor de trein er bovenop. Maar aan de andere kant, hij bespaart benzine, zeker. Hij bespaart parkeerkosten, kilometers, onderhoud. Uiteindelijk, ja. als je dat allemaal doorrekent, ja. komt dat, ja. ja. En vandaar dat we ook de test zijn begonnen, een proefperiode in aanloop naar om het eigenlijk wel gewoon door te zetten. Ja. Van kijk, hebben we inderdaad dat die kosten evenredig zijn of misschien ja. zelfs eronder uit gaan precies, komen. Precies, precies. Ja, heel goed, heel goed. Ja, want in principe, dat is misschien wel een goede zin om nog even te zeggen, qua business case, zeker
we praten hier minder over leaseauto's, maar als je een leaseauto stilzet en je gaat met het openbaar vervoer reizen bijvoorbeeld, omdat je die combinatie aanbiedt, qua kosten komt dat ongeveer gelijk uit. Ja. Dat is ja. inderdaad nog los van eventuele parkeerkosten. Ja. Nou, dat zijn dus de scenario's die we nu aan het uitproberen ja. zijn. Kijken of dat inderdaad zo is. En zijn er specifieke ervaringen? Heb je misschien reacties gehad van je collega's over het gebruik van bijvoorbeeld Mobility Link? Ja, of... nou, en wat daar ook heel fijn aan is, wat ik van collega's terugkrijg, is dat ja. je er bijvoorbeeld ook heel duidelijk in kan aangeven of een reis privé is of niet. Mm-hmm. En dat dus de berekening in het salarisbestand wat er uiteindelijk ja. uitkomt, ja. ook aangeeft van nou, als iemand privé heeft gereisd, is dat dus iets wat we kunnen inhouden bij ja. de medewerker. Ja. En dat maakt het wel makkelijker dat je ook niet met een persoonlijke OV-kaart hoeft te reizen. En met een nee. OV-kaart van de zaak. En dat kortingen ook gewoon geldig zijn bij je privéreizen. Ja, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de NS Business Card. Ja. Ja, en mensen zijn gewoon flexibeler. Ze kunnen zelf oplossingen gaan bedenken. En daar zijn ze wel blij mee. Precies. Ja. Nou, leuk om te horen. Ja. Vergeet u nog iets te zeggen over... Slaan iets over? Zeg je van, dat wil ik ook nog meegeven... de deelnemers van het webinar. Wat bij mij wel heel erg geholpen heeft, is om die enquête te houden. Dat je echt goed weet waar de medewerkers aan denken en wat hun ideeën misschien zijn. Misschien goed om te zeggen, want jullie hebben dus een enquête gehouden onder de medewerkers. Ja. En aan iedere medewerker gevraagd? Ja, die hebben we aan iedereen gestuurd. Oké. Okay. En had je een beetje goede respons? Ja, best wel. Ja? Ja. Ja. Okay. Dus cool. Dat was wel heel prettig. Het enige nadeel was wel dat we anoniem hadden gedaan en we hebben gevraagd om mensen mee te laten doen aan een pilot. Ja, ja, dat ja, je dan ja. dus uiteindelijk niet weet wie nou ja zegt en wie nou nee zegt. Okay. Maar ja, op zich, je kan in grote lijnen daar wel uithalen wat wensen zijn van mensen. Dat, okay. Dat is wel heel prettig en dat werkt ook wel mee met de draagvlak creëren. Ja, precies. Precies. Om die stap te maken. Nou, leuk. Ja. Goed om te horen. Dankjewel, ja. Francesco. Nou, graag gedaan. Dan wil ik al richting de tips. Dus we hebben net een tip gehad, denk ik, mag ik wel zo zeggen, toch? Van kijk eens of het de mogelijkheid bestaat om een enquête te houden en te kijken wat er echt leeft onder de medewerkers en wat ze echt zouden willen als ze mogen meedenken. Een andere tip van mij betreft is begin nu. We zitten nog midden in de tweede golf van de coronapandemie. Maar als je nog niet begonnen bent met na te denken over joh, hoe willen we onze mobiliteit, dan wel onze reiskostenvergoeding en eventueel thuiswerkvergoeding, hoe willen we daar in de toekomst mee omgaan? Of je zit nu midden in dat vraagstuk. Ja, begin nu. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Bepaal nu het nieuwe beleid. Dus dat is mijn allereerste tip. Tweede tip is ook wel bepaal je scope. Want je kunt beginnen zeg maar met, wat doen we met de reiskostenvergoeding? En daar kun je mee stoppen, als je dat besloten hebt of bedacht hebt wat dat moet worden. Maar je kunt natuurlijk breder. Je kunt zelfs je complete mobiliteitsregeling of alle vergoedingen die raken aan mobiliteit, omdat dat nu allemaal anders is, tegen het licht houden. Maar dan is het wel belangrijk om het af te bakenen en goed je scope te bepalen. Als derde tip zou ik willen zeggen... maak gebruik van de expertise die er is in de markt. Neem contact op. En of het nou via Arval Sales is of direct met Arval Consulting. Maar als je het lastig vindt om die expertise tot je te nemen. Of te kijken van wat. We hebben natuurlijk veel ervaring wat er bij andere bedrijven en werkgevers gebeurt. We weten wat er speelt in de markt. Dus neem gerust contact op. En schroom niet om een expert erbij te betrekken. Dat zijn eigenlijk wel belangrijke tips die ik heb. Ik denk het wel. En zo gaan we eigenlijk vrij snel door de materie heen. Hebben we echt, laten we zeggen, een beetje het kader geschetst. Hoe zit het met de reiskostenvergoeding? Vooral ook vandaag, maar ook vanaf 1 januari. Wat zijn de mogelijkheden om een thuiswerkvergoeding makkelijk, efficiënt ook te verstrekken? Daar zijn dus oplossingen voor. Een leuke... concrete klantcase kunnen bespreken. En dan zijn we denk ik aangekomen bij het onderdeel van de vragen. Daar moet ik even iets voor doen. Moet ik even een nieuw scherm openen. Geen idee. Ik had het natuurlijk eigenlijk tijdens het webinar even een keer moeten zeggen. Hebben jullie vragen? Ik heb het aan het begin trouwens gezegd. Hebben jullie vragen? Stel ze dan. Als je nu een vraag hebt, stel hem dan ook. We hebben dus de vragen openstaan.
En ik pak dat er even bij. En dan gaan we kijken welke vragen er zijn. Ik zie nog, terwijl ik probeer het scherm tevoorschijn te toveren. Ik zie nog geen vraag. Ligt dat aan mij? Oh wacht, ik heb het verkeerde schermpje. Dat zal het zijn. Ogenblik, beste mensen. Er zou nu een schermpje. Excuus even hoor. Ik ben nu aan het zoeken waar het schermpje questions is, want dit is de verkeerde. Even kijken. Ik heb geen schermpje questions. Ja, de chat is open. Maar er was ook een knopje. Sorry, beste mensen. Er was ook een knopje questions. En die zie ik niet. Die zie ik niet. Dus ik zie de vragen niet. Oh, wacht. Er wordt nu waarschijnlijk wat ingekopieerd. Nou moet ik het nog even wel zo krijgen dat ik het ook kan lezen. Vraag van Maria. Kun je op Mobility Link app op één dag zowel thuiswerken als een reisdag hebben? Dat is een goede vraag. Heel eerlijk. Volgens mij kan het technisch. Alleen ik ken nog geen werkgevers die het willen. Dus een werkgever wil op een dag of een reiskostenvergoeding verstrekken. Of een thuiswerkvergoeding verstrekken. Maar eigenlijk niet allebei. Dus technisch zie ik allerlei mogelijkheden. Maar de vraag is of het wenselijk is. En of je het als werkgever ook echt wil faciliteren. Maar dat is het antwoord op die vraag. Maar ja, dankjewel voor je vraag. Vraag van Frans. Hoe lang duurt het volgens jou, Arjos, om over te stappen naar een flexibele reiskostenregeling of vergoeding? Nou, Frans, dat kan vrij snel. Het hangt er een beetje vanaf hoe de neuzen staan binnen de organisatie. Maar als iedereen ervan overtuigd is dat dat de way to go is, hoef je het in feite alleen nog op papier te zetten, stempels te halen. En dan kun je, ik zou bijna zeggen, met een week starten. Dus in principe kan dat heel snel gaan. Een vraag aan Francesca. Staat er letterlijk, Francesca. Kun je wat meer details verstrekken hoe JLL haar business case heeft gebouwd? Hoe wij onze business case hebben gebouwd? We zijn eigenlijk al een tijd bezig met überhaupt de mobiliteitsregeling. Mm-hmm. En daar zijn dit soort dingen ook de vraagstukken die daarbij komen. Ja. In eerste instantie hebben wij ons heel erg gericht op de leaseauto's. Maar ja, gaande de periode krijg ik steeds meer geluiden te horen van de afdelingen en van medewerkers dat ze graag dingen anders zien. Ja. En vanuit HR zijn we eigenlijk daarmee begonnen om met mensen die bij ons starten, om bij hun na te gaan. Van wat zijn jouw wensen? Heel veel mensen die wonen in de stad, die willen al geen leaseauto meer. Dus dan kom je ook weer vast te zitten aan één soort andere vergoeding. En gaandeweg hebben we eigenlijk zo een aantal bewijsstukken opgebouwd, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En zijn we op een gegeven moment zo ver gegaan dat we dachten van we gaan dit gewoon onder de medewerkers brengen en bouwen dit verder uit. En als je iets meer inzoomt, want dat is misschien, ik weet niet of dat ook onderdeel van die vraag is die nu gesteld wordt, als je iets meer naar de euro's kijkt, dus los van wat willen de mensen, en hebben we draagvlak en kunnen we het allemaal flexibeler en misschien ook iets duurzamer inregelen. Ja. Qua geld of qua budget, ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat was wel iets lastiger om daar beweging in te krijgen. Mm-hmm. Dat is wat ik daar straks ook zei, van je hebt een bepaald vast stramien. Ja. Mensen weten wat dingen kosten, mensen weten, het is gewend om op een bepaalde manier iets te doen, dus je weet welke kosten eraan verbonden zijn. Als je iets nieuws gaat doen, is dat altijd maar de vraag. Ja. Er wordt zoveel gezegd en er wordt zoveel beweerd. Ja. Ga maar eens na of dat klopt. En samen met Arval hebben we een aantal
cases en scenario's bekeken Doorgerekend, en ja. doorgerekend. En van daaruit ja, hebben we daar ook de directie meegekregen Ja. om toch ook te beginnen met een proef. Ja, en ik denk ook een belangrijke toevoeging is, je moet afvragen hoe representatief natuurlijk de huidige tijd is. Ja, ik weet het ook niet, hè, wanneer COVID voorbij is. Maar laten we zeggen dat het reispatroon zoals dat vandaag is, nou, laten we zeggen dat ik hoop dat het over een half jaar echt anders weer is. Maar zeker weten doen we het niet. Maar ja, ik ga ervan uit dat vandaag, zeg maar, niet helemaal representatief is. Dat is Nee. misschien ook wel iets om in het achterhoofd te Ja, houden. en je merkte wel dat mensen ook al veel flexibeler aan het worden waren. En ik denk dat het nu wel in een stroomversnelling is gekomen. Ook het thuiswerken was al iets wat bij ons in ieder geval waar best wel een vraag naar was, Ja. maar wat eigenlijk niet echt Ja, geaccepteerd precies. werd nog. Herkenbaar, herkenbaar. En daardoor ook die vaste vergoedingen zijn dan ook onderdeel van, ja, je bent toch elke dag heen en weer naar kantoor, dus dat is dan ook onderdeel van die vergoeding. En ja, nu wordt het gewoon allemaal flexibeler, dus Ja. dan moet die reiskostenvergoeding bij ons in ons geval dan daar ook in mee bewegen. Helder, dankjewel Francesca. Nog een vraag voor Francesca. Welke vragen hebben jullie gesteld in deze enquête? Kun je daar een tipje van de sluier aan geven? Ja, in het begin eigenlijk de basisdingen van ja, waar woon je, hoe ver woon je van kantoor, zou je liever dichterbij wonen, Maar ben dat is je... natuurlijk omdat het anoniem was. Ja, Ja, en ja. ook van ben je eventueel bereid om te verhuizen, om bijvoorbeeld files te vermijden of wat dan ook. Dat soort dingen hebben we ook eigenlijk een beetje standaard dingen. En op een gegeven moment ook wel vragen gesteld van wat zoek je als wij een wijziging zouden doen in mobiliteitsregeling, wat zoek je dan? Zoek je Ja. dan hebben we ook echt een lijstje opgenoemd met zoek je dan flexibiliteit of zoek je dan mobiliteit of... Want hebben jullie ook Ja. bijvoorbeeld concreet, hè, zou je met de tram, bus, metro, Ja, step, scooter, dat was dus, op een gegeven moment inderdaad, ja? dat was mijn Oké, volgende ja. stapje. Ook op een gegeven moment van nou ja, op het moment, hoe ga je nu naar kantoor? Ja. Dus ga je dan nu met de fiets, ga je lopend, ga je met de Ja. auto, ga je met eigen vervoer of ga je met OV? Ja. Hoe zou je dat in de toekomst willen doen? En ook alle, we konden ze net zoveel aangeven als dat ze willen. En nu, bij de huidige situatie, zie je dan één of twee streepjes. Van de ene keer ga ik met de fiets, de Ja. andere keer met OV. En dan als je kijkt naar hoe je zou je het willen, dan zijn er meerdere dingen van ja, ik zou eigenlijk ook wel met mijn eigen auto willen. Of ik zou eigenlijk ook wel een keertje met een elektrische fiets willen. Of Ja. met een taxi willen naar een klant. Of met, nou, op verschillende manieren echt gaan reizen. Dus daar... Maar als ik het mag samenvatten, dan heb je hij is vrij breed ingestoken, de enquête. Dus Klopt. dat is denk ik wel een goede tip ook. Ja, oké, dankjewel. Vraag 5. Hoe is de controlefunctie ingericht wanneer medewerkers de keuze maken tussen privé of een zakelijke reis? En wie controleert dit? Er zijn een aantal, laten we zeggen, soort van logische controles die mogelijkheden die je hebt. Dus er is bij het platform en de oplossing, er is een beheer of een admin omgeving waar je als werkgever inzage hebt in die gegevens die je privacy technisch mag zien. Maar aangezien we het hier hebben over zakelijke reizen, dan mag je als werkgever eigenlijk nou, bijna alles van zien, als zo niet alles. En je kunt dus bijvoorbeeld zien, hè, als iemand aangeeft zakelijk naar kantoor geweest te zijn, ik noem maar iets, op een zaterdag of op een zondag, dan kun je daar misschien eens een keer een vraagteken bij stellen. Alhoewel dat ook prima zou kunnen passen, afhankelijk van de aard van de activiteiten. En hetzelfde geldt voor, ja, als iemand, laten we zeggen, 5 dagen in de week een thuiswerkvergoeding aanvraagt, maar je weet dat hij ook op kantoor is geweest, of een manager of een leidinggevende weet dat. Dus die slag is eventueel te maken dat je er een controleslag ja, tussen inbouwt. De vraag is of dat wenselijk is, want de praktijk leert natuurlijk dat een leidinggevende denkt, ja, het zal wel. Pietje heeft weer voor 5 dagen iets geregistreerd, waarvan 2 dagen thuis en 3 dagen op het werk. Prima, volgende. Dus je dat continu. Het wordt een beetje eentonig, denk ik. Maar de mogelijkheid bestaat om zo op allerlei manieren controles in te bouwen. En er zijn dus ook controles in de beheer- of de admin-omgeving die er aan het platform gekoppeld is.
Ik hoop daarmee die vraag beantwoord te hebben. Maar als je daar meer over wil weten, ja, dan kunnen we het een keer laten zien of kunnen we het in detail bespreken. Ja, de verantwoordelijkheid in het beginsel ligt bij de medewerker Ja, zelf. uiteraard. En Zeker. ik denk dat je als werkgever en als werknemer elkaar ook wel daarin moet vertrouwen dat dat goed ingevuld wordt. Nou ja, dat gaat een beetje over Dat is een heen en weer wisselwerking. controle is goed, vertrouwen is beter. Ja. Hangt een beetje van je Pappenheimers of je medewerkers af, zou ik willen zeggen. Even kijken, waar waren we? Vraag 6. Wanneer een medewerker reiskosten declareert, hoe worden die gecontroleerd? Of kunnen standaard reiskosten in het systeem gezet worden? Ah, dat is ook een hele goede vraag. Het is in feite inderdaad zo dat je de regeling, dat die in de oplossing ingericht wordt. Dus als, ik noem maar even dwarsstraat, als de vergoeding is voor een zakelijke fietsreis, dat die 10 cent per kilometer is, dan wordt dat ingeregeld in het platform. De medewerker geeft in de basis alleen maar aan van waar, en dat gaat op een hele slimme manier, bijvoorbeeld met al gelabelde adressen, zoals je thuisadres en je kantooradres, of een opdracht waar je een half jaar zit, dat kun je van tevoren allemaal registreren. En met Google Maps kun je heel makkelijk dus aangeven, oké, van die dag, op meerdere dagen zelfs, als je zelf de reis hebt afgelegd, ben ik van A naar B geweest en van B weer naar A bijvoorbeeld. En dat wordt op de achtergrond allemaal netjes conform jullie regeling uitgevoerd en niet geregeld. Dus daar, dat werkt eigenlijk heel mooi. En als je reiskosten declareert, dus je kunt ook, die mogelijkheid bestaat, daar hebben we het nu minder over, maar die mogelijkheid bestaat om een losse declaratie via de app in te dienen. Met bijvoorbeeld een foto of een scan van een bonnetje of van een transactie. Ja, dan kun je dat dus, wederom, dat kun je laten controleren door bijvoorbeeld een manager of door de salarisadministratie. Of dat soort mogelijkheden bestaan allemaal. En er is nog een vraag, vraag 7. In wat voor bestand worden de maandelijkse thuis- en reiskosten aangeleverd door Arval Mobility Link? Kan dit bijvoorbeeld ook ingelezen worden in NMBRS? Nou heb ik toch al heel wat salarispakketten de revue zien passeren in de afgelopen jaren. Maar NMBRS, ik zal het nog één keer zeggen, die ken ik niet. Dat zegt me echt niks. Maar in de basis komt er een Excel of een CSV-bestand beschikbaar. Dus een standaard, heel mooi bestand wat we een keer inregelen. In overeenstemming met het salarispakket waar het in moet. En dan wordt ingelezen. Ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit problemen mee gehad. Volgens mij kun je dat Excel-bestand ook laten indelen zoals het ja. Zo aansluit bij je salarissysteem. Ja, dus dat moet klopt. Geen probleem zijn. Ik ken alleen dat pakket, als het een pakket is, dat neem ik dan maar even aan. Dat ken ik echt niet. Vraag 8. Zijn er kosten verbonden aan Arval Mobility Link? Zo ja, hoeveel? Ja, er zijn kosten aan verbonden. En welke kosten hangt af van welke diensten je afneemt? Want hoe meer diensten je afneemt, en dat kan bijvoorbeeld ook zijn uitgebreid met mobiliteitskaarten of telematica systeem. Of ja, stel dat je deels taps of scooters. Dus de prijzing is afhankelijk van het aantal gebruikers, heel simpel. En afhankelijk van welke diensten je afneemt. Dus in een, laten we zeggen, in een gesprek of een videocall gaan we daar graag dieper op in. Afhankelijk van de wensen kunnen we vertellen. En vooral de sales, de verkoopafdeling van Arval kan precies vertellen wat dan de kosten zijn. Edward vraagt, de volgende vraag. Voor HR is het makkelijker om gewoon iedereen een x-bedrag per maand te geven voor thuiswerken. Hoe hebben jullie werkgevers kunnen overtuigen om Mobility Link te gaan gebruiken? Ja, het is zo dat het voor een werkgever op dit moment nog steeds toegestaan is om maar een vast bedrag als reiskostenvergoeding te verstrekken. Maar dat houdt dus op. Enerzijds is het nu al de vraag in hoeverre dat verstandig is om te doen, omdat het een vergoeding is voor reizen die misschien nog maar ten dele of helemaal niet meer gemaakt worden. En anderzijds komen we dus in de situatie dat vanaf 1 januari, als je niet aan de eisen voldoet die de Belastingdienst stelt, wanneer je de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een vaste reiskostenvergoeding te mogen verstrekken, ja, dan zul je toch iets anders moeten doen. En een optie is natuurlijk om helemaal geen reiskostenvergoeding meer te verstrekken. Ik weet niet of iedereen daar gelukkig van wordt, maar het is een optie. En een andere optie is dus om naar een flexibele reiskostenvergoeding toe te gaan, waarbij je vergoedt op basis van de reizen die hebben plaatsgevonden. Dus het is niet zozeer dat wij
klanten overtuigen. Het is meer dat de situatie nu zo is dat dit de meest logische en passende oplossing is, waarbij je administratief ontzorgd wil worden. En het voor de medewerkers super makkelijk is om dit te registreren. Technische vraag over de app. Kan de werknemer inloggen in deze app via single sign-on? Groeten Karin. Ja. Is het korte antwoord ja? Mijn antwoord is ja. Vraag 11. Is het wijzigen van de reiskostenregeling instemmingsplichtig en hoe is dit traject met de ondernemingsraad doorlopen? De reiskosten. Ik ben niet de officiële expert op dit gebied. Laten we die disclaimer nu toch even maken. Maar in de basis is een reiskostenvergoeding zoals je die krijgt, als je die vastkrijgt, is volgens mij onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. En dus heeft de OR daar een stem in. Dat is mijn. Zie jij, ja. Heb jij dat? Ja, toch? Zo is het volgens mij. Dus ja. En dan is de vraag: hoe is dat traject met de ondernemingsraad doorlopen? Misschien kun jij daar iets over zeggen? Wij hebben geen ondernemingsraad. Dus dat was heel makkelijk. Maar goed, er zijn natuurlijk genoeg bedrijven die wel een ondernemingsraad hebben en waarbij dit traject ook doorlopen wordt. Maar dat is ook wel de reden waarom wij dus de medewerkers ingeschakeld hebben. Ja. Want anders laat je dit soort projecten inderdaad via een ondernemingsraad lopen. En krijg je daar feedback en krijg je daar ook de adviezen van. En nu hebben wij dat rechtstreeks met de medewerkers moeten afstemmen. Ja, en eerlijk gezegd, zeker nu met die nieuwe feiten dat het vanaf 1 januari sowieso allemaal verandert, heeft de ondernemingsraad natuurlijk nog steeds een stem. En die zullen de belangen van de medewerkers behartigen, maar je kan niet iets doen wat niet mag. Dus dan moet je naar een andere oplossing. En daar kun je dan het gesprek over aangaan en met een voorstel komen richting de medewerkers en daarmee ook richting de OR. Een vraag aan Francesca. Veel vragen hoor je. Heeft JLL ook een incentive nagestreefd om de medewerker meer op de fiets te krijgen door bijvoorbeeld een hogere kilometervergoeding te geven dan de vaste 19 cent per kilometer? En zijn daar al resultaten van bekend? We hebben inderdaad een hogere kilometervergoeding voor mensen die op de fiets gaan. Heel goed. We hebben nog geen controle gedaan of nog niet een check gedaan op wat er tot nu toe gereisd is. En of mensen daar veel gebruik van maken. Maar het is wel onderdeel van de regeling. Ja, dat klopt. Het is ook wel iets wat je echt ziet in de markt. Hè? Dat fietsen, zeker ook met die aantrekkelijke fiets van de zaak, met de bijtelling op de fiets van de zaak. Een fiets neerzetten of beschikbaar stellen aan een medewerker, dat is één. Maar dat die dan ook gebruikt wordt. En dus dat je die voordelen hebt van een vitale medewerker, minder CO2-uitstoot, lagere parkeerdruk, et cetera, et cetera. Ja, dus een hele slimme manier om dat te bewerkstelligen is om inderdaad die vergoeding laten we zeggen, omhoog. Aantrekkelijk. Ja, aantrekkelijk. Dat is het goede woord. Dankjewel. Aantrekkelijk te maken. Gezien de tijd doen we, laten we zeggen, nog twee vragen. Vraag, registreert afval ook bijzonderheden of opvallendheden? Ik ben even aan het nadenken wat die vraag nou precies betekent. Of Arval, als je een alarm krijgt of zo op het moment dat er iets niet is zoals het hoort te zijn. Ik zat meer te denken, stel dat er iemand überhaupt niet meer reist. Of dat iemand opeens gestopt is met reizen. Bijvoorbeeld in ieder geval, omdat hij van zijn fiets gevallen is. Of meer in maar, de regio. Ja, ik heb de neiging om te zeggen, toch niet. Kijk, er zijn dus echt wel rapportages beschikbaar waarbij je uitzonderingen of afwijkingen meteen kunt signaleren. Maar het is niet. Ik kan niet zomaar een voorbeeld verzinnen waarbij. En volgens mij moet je dat inderdaad dan zelf concluderen dat er iets uit pas loopt. En dat krijg je niet vanuit het systeem een melding van. Nee, volgens mij niet. Als je een concreet voorbeeld hebt, dan hoor ik het nog graag waar je aan zit te denken. En dan kunnen we daar nog ook na het webinar even op terugkomen. Vraag, er wordt nu minder gereden met leaseauto's, dat klopt. Wat betekent dit voor de flexibele kosten van de RVO-contracten en hoe kan een werkgever deze besparingen bijvoorbeeld inzetten voor een thuiswerkvergoeding? Inderdaad. Dus, de leaseauto's staan meer stil, er worden minder kilometers op jaarbasis mee gereden vandaag de dag, dat is zo. Dat betekent dat de kosten voor de werkgever lager zijn.
Want je hebt minder brandstofkosten, minder elektrakosten in die van toepassing. En je hebt minder kilometers die afgerekend moeten worden met de leasemaatschappij. Dus daar krijg je geld voor terug. Of je hebt je contracten laten aanpassen, waardoor de maandlasten lager zijn. En dat betekent al het andere gelijk houden, dat er een potje is wat je zou kunnen aanwenden voor een thuiswerkvergoeding. Dus ja, dat kan. Alleen je moet er dus rekening mee houden. Wat ik aan het begin van het, of eerder in het webinar heb aangegeven, dat potje, dat is er, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook een potje hebt of een vrije ruimte hebt in de werkkostenregeling. En dat is nog wel een relevante om in oogschouw te nemen. Dus ik hoop daarmee je vraag beantwoord te hebben. En in feite moeten we nu naar een afronding toe. En dan staat nog één, dan laat ik toch nog deze vraag, want ik kan niet laten als die er nog is. De vaste reiskostenvergoeding per maand valt buiten de vrije ruimte. Weet je, hè? Klopt. Geldt dat ook voor de reiskostenvergoeding? 19 cent op basis van werkelijke reisdagen. Ja, dat klopt. Dat kan ik bij deze bevestigen. Die vrijstelling is er, die blijft er, als er maar daadwerkelijk gereisd is. Dan blijft die vrijstelling met de huidige situatie blijft die bestaan. Het blijft een onbelaste vergoeding van 19 cent per kilometer. Ja. Nou, dank voor al jullie vragen. Heel veel vragen. Ik hoop dat, we hebben ze naar eer en geweten behandeld. Ik kan niet anders zeggen. Maar we, oh, ik moet heel wat wegklikken. Sorry. Mag ik het cadeau weggeven? Want we komen nu bij het eind van dit webinar over twee soorten vergoedingen. De thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding. Wat mag ik nu weggeven? Mag ik weggeven? Dat gaat iets heel raar. Sorry hoor. Ik mag 5 keer een uur telefonisch advies met mijzelf weggeven. Dus heb jij nou een, laten we zeggen, prangende vraag over reiskosten en over thuiswerkvergoedingen? Stuur die dan deze week naar mij toe. Je ziet mijn e-mailadres op het scherm. Je krijgt ook vandaag nog dus een mailtje met de slides, daar kun je ook op reageren. En 5 geselecteerden krijgen van mij een persoonlijke reactie, laten we zeggen, aanstaande maandag. Zodat iedereen de kans heeft gehad om zijn of haar vraagstuk met mij te delen. Dus ik kijk er naar uit. Laat van je horen. En dan wil ik jullie bedanken voor je deelname. Niet in de laatste plaats ook Francesca voor haar deelname aan dit webinar. Jullie ook omdat jullie in grote getalen hebben deelgenomen. Wil je contact met ons? Dan kan dat. Kan via LinkedIn, kan via e-mail, kan via de telefoon. Jullie krijgen de slides. Alle webinars die we in het verleden gedaan hebben en deze ook zijn opgenomen. Kun je dus terugkijken. En we zien je graag terug bij een volgende webinar uit de serie van Arval Deelt. Dankjewel.